die op een heel erg gezellig feestje in Rijswijk, op Broodvliet, het Goed Begin Gala 2013. Onze tijd zit er helaas op, maar kijkt u naar onze bijdrage. Het is al een heel goed begin van de avond. Super. En u wordt in de watten gelegd, want niet alleen Jan heeft een prachtige stem, maar ook de volgende artiest die voor u gaat optreden. We kennen natuurlijk allemaal Enric Iglesias, maar Jo, jij bent een beetje van, van de generatie Julio Iglesias natuurlijk. Ik ben natuurlijk meer van Julio, ja. Enric, Julio. We hebben allebei een hele mooie stem, maar de volgende man komt gewoon uit Nederland, maar heeft wel diezelfde zoetgevoiste stem. Wij gaan luisteren en kijken naar de Dutch Julio Iglesias. William. Yo quiero ser tanto y hay andar no más saber. Yo quiero ser tanto. Bij mij staat een van de organisatoren van het gala. Uw naam is? Marianne Torens en ik ben voorzitter van dit Goed Begin Gala. Ja, nou, het is een heel leuk feest, heel druk. Maar er zit ook een heel goed doel achter. Hè? Kunt u daar iets meer over vertellen? Jazeker, er zitten zelfs drie goede doelen achter. Dat is Stichting Blijf Vrouw, Verpleeghuis De Naaldhorst in Naaldwijk en het Vliethuis, Hospice Het Vliethuis in Voorburg, Leidschendam. Ja, ik heb begrepen, dit is de tweede keer dat dit wordt georganiseerd. Het begint al een beetje traditie te worden. Dat idee hadden wij vorig jaar, toen het zo'n gigantisch succes bleek te zijn, dat we zeiden, we kunnen die naam Goed Begin Gala omarmen. En dan zoeken we daar lokale, goede doelen bij. En die hebben we dus nu gevonden. Dus de tweede editie, een fantastisch feest, zoals het zover ziet aan hoeveel mensen we al binnen hebben vanavond. Wij zijn, mag ik u voorstellen, aan de oude druivenprinses. Bent u bekend met het fenomeen druivenprinses? Nee, hoor heel graag. In het Westland hebben we jaarlijks druivenoogst. En dan wordt het mooiste meisje van het jaar wordt gekozen. Dat kan je wel zien, hè? De allermooiste. En wij mogen haar begeleiden als bloemenmeisjes. Maar we zijn dus puur Westlandse, uit de kast zo geplukt. Maar we komen hier wel voor de lotenverkoop, hè? Voor de goede doelen. Ja. Wij willen niet per lot gaan verkopen, maar het liefst verkopen wij. Wij dragen een warm hart voor de Naaldhorst. Ja. En wij hopen daar heel veel mooie boompjes te planten. Oké. Daar gaan we voor. Vandaar deze bloemen. Voor de bewoners. Nou, dan wens ik u heel veel succes. En daarom doen wij zo gek. Ja, u bent dus van Hospice het Vliethuis. Waarom heeft daar een goed doel voor nodig? Waarom is daar geld voor nodig? We zijn met een nieuwbouw bezig. Dat hebben we dus door mede vorig jaar het Goed Begin Gala kunnen realiseren. Dat er nu gebouwd wordt. En we willen nog dolgraag een tuin, een binnentuin. Waar onze terminale bewoners met bed en al naar buiten kunnen. Dat is dus voor deze avond het goede doel voor Hospice het Vliethuis, een tuin. De sfeer zit er goed in, het wordt steeds drukker en het is natuurlijk het Goed Begin Gala 2013, wat best wel een hele grote opzet heeft natuurlijk met twee zalen. Heel veel entertainment vanavond, maar aan mij in ieder geval de eer om het volgende stukje entertainment te mogen aankondigen.
Voordat ik dat ga doen, wil ik u natuurlijk ook eens op de dames die nog steeds rondlopen herkenbaar zijn aan de bloemen op de hoeden. Zodat u ook de loodjes koopt natuurlijk vanavond, die weer horen bij een mooie opbrengst. Ja, u bent ook u bent niet alleen de dames, maar ook de heren, zie ik al. Mag ik hem even? Het is namelijk zo, dames en heren, ik ben Joep van de Stoep en ik verkoop dus lood, maar ook andere dingen. Maar ik ben altijd te laat, dus iedereen is al, heeft al vier loten, maar koopt er mij dan nog twee erbij. Hè, is dat oké? Okay? Ik zeg al, misschien zijn uw loten wel de winnende loten. Dat zou heel goed kunnen, toch? 100%. Nou, koop uw loten bij Joep en u zit helemaal goed. Ik ben aangeschoven bij wie? Wie bent u? Sinnetjeun. En uw naam is? Petra Deneke. Oké, okay, nou, ik heb net al opgemerkt, het is een heel erg leuk feest hier. Maar met een goed doel, en zelfs drie goede doelen heb ik begrepen. Welk goed doel bent u van? Wij zijn van Stichting Blijf Vrouw. En Blijf Vrouw, wat kan u daarbij voorstellen? Wij verzorgen voor wendmomenten voor vrouwen met een levensbedreigende ziekte in sociaal-economische moeilijkheden. Ja, nou zijn er natuurlijk heel veel loterijen en veilingen en dat soort dingen, ook vanavond. Maar waarom? Nou juist, is er geld nodig voor Blijf Vrouw? Er is in principe geld nodig voor Blijf Vrouw, omdat je dus niet iedere verwendmoment in kan kopen. Dus dat krijg je niet altijd. Want er zijn soms momenten dat je dus dingen moet inkopen voor vrouwen en dus niet alles kan krijgen. Ook omdat we bezig zijn landelijk te gaan en ons netwerk steeds verder uitbreiden, moeten we dus toch eigenlijk voor het geld gaan. Het goede doel. Ja, nou, dat is duidelijk. En ziet u iets van, goh, dit is nu één ding, er gaat nog meer komen hierna. Heeft u nog meer iets in petto? Hierna hebben we een nieuwjaarsconcert, maar dat is dan eigenlijk voor onze eigen vrouwen die we de afgelopen anderhalf, twee jaar verwendmomenten hebben gegeven. En de vrienden die dit mogelijk hebben gemaakt. En verder verzorgen we strandevenementen. Okay. We zijn eigenlijk altijd wel bezig. Okay. Heeft u nog een website waar we dat naar kunnen lezen? www.blijfvrouw.nl. That you can live by, and so become yourself, fine. Because the past is just a goodbye. Teach your children. Sjanne van der Toorn, Vrijthof. Ik ben namens de verpleeghuis de Naaldhorst in Naaldwijk. Dat is een verpleeghuis waar somatisch zieken, maar ook psychogeriatrisch, dus demente ouderen, verpleegd worden. En dat verpleeghuis gaat nieuwbouw krijgen. En voor die nieuwbouw willen wij graag geld inzamelen om te zorgen dat daar ook een mooie tuin bij komt. Dat is het goede doel vanavond voor de Naaldhorst in Naaldwijk. Ja, en hoe komt het er zo bij om bij dit goed begingala te gaan? Nou, wij zijn eigenlijk getipt door onze wethouder, Marga de Groei. En die heeft eigenlijk het organisatieteam gezegd van, nou, jullie moeten ook aan de Naaldhorst denken. Want zoals jullie weten, meestal worden inrichting van tuinen er helemaal uitbezuinigd. Er is gewoon geen geld voor. Dus nu hopen wij vanavond voldoende geld in te zamelen, zodat we een mooie beschermde tuin kunnen inrichten waar demente ouderen vrij kunnen rondlopen en kunnen genieten. Ja, dat is een duidelijk verhaal, maar als iemand nog wil nalezen, heeft u ook een website waar we terug te vinden is? Ja, er is op de www. Pieter van Voorheest, daar is alles te vinden over het verpleeghuis de Naaldhorst. Want het verpleeghuis de Naaldhorst is onderdeel van de stichting Pieter van Voorheest. Oké, nou, ik wens u heel veel succes vanavond en dat er een hoop geld mag binnenkomen voor het goede doel. Dankjewel. You want to be loved anymore. It's not unusual.
chilling in the burning fire. Another musical, the fire. We zijn nog steeds op feest aanwezig en bij mij staan twee hele chic uitgedoste dames. We vertellen waarom je bent vanavond. Mijn man zit in de organisatie. Dus vandaar dat ik vanzelf hier... U moest mee? Ik moest eigenlijk... Ik vind het heel leuk hoor. Maar dat is eigenlijk een beetje de reden dat ik wist dat er een gala was. Oké, en u? Ja, ik ben haar vriendinnetje, dus ik kom ook mee. Ja. Ja. En u mocht mee? Ja, ik mocht mee. Oké. Dan wens ik u nog heel, beide heel veel plezier vanavond. Oké, dankjewel. Ja, lekker wel, hoor. Ja, lekker op de fiets. Van de Red Hat Society. En dit is onze queen. En die kan alles queen. Vertellen over ons business. Ja, ik zie allemaal dames met haar. En u bent de queen, hoorde ik net van de... Ja, de queen is de oprichter van de groep. Oké, en nog nooit van gehoord, Red Hat Society. Kunt u voor de kijkers vertellen wat dat inhoudt? Ja, de Rode Hoeden zijn dames van boven de 50 die alleen maar met elkaar plezier maken en met elkaar uitgaan. En dit is natuurlijk een hele leuke gelegenheid om weer eens even uit te gaan en ons heel mooi uit te dossen. Ja, wat vind je van de goede doelen? Van de goede doelen? Ja, waarvoor je hier vanavond ook bent natuurlijk, behalve dan natuurlijk het feestje. Ja, dat vind ik uiteraard een prima zaak. En daar doen we graag aan mee. Oké, dan wens ik je nog heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Bedankt. Nou, we staan bij een vrouw met een heel kleurrijke outfit. Ja. En wie bent u? Nou, ik ben de presentatrice voor vanavond. En dat doe ik samen met Kevin Brouwer. Maar nu, op dit moment, ben ik eigenlijk even van die glow-in-the-dark sticks aan het weggeven. U verwacht dat het licht uitgaat? Nou, je weet het maar nooit. Het is ook heel koud hier. Dus ja, de kachel is ook wel uitgevallen. Nee hoor. Nee, dit is echt voor die stikjes die zijn dan... Zo meteen met de veiling, als ze dan willen bieden, dan doen ze zo, huppakee, dan steken ze hem zo in de lucht. Dat is eigenlijk het idee. Nou ja, u bent natuurlijk hier al ook beroepsmatig geweest, maar wat vindt u zo van deze, van dit gala? Ik vind het nou geweldig. Ik vind het een ontzettend mooi initiatief. Het is al de tweede keer dat ze dit doen. Ja, en het überhaupt iets voor het goede doel doen is gewoon al prachtig. Weet je, dan krijg je gewoon een goed gevoel van zelf. Ja, de tweede keer doet al een beetje denken aan een traditie. Wilt u er ook echt al een traditie van het worden? Ik zou dat best als een traditie willen zien. Ja, absoluut in de toekomst. Ik doe het nu voor het eerst mee, dus het is voor mij allemaal nog een beetje nieuw. Maar ik zou zeggen elk jaar gewoon. Okay. Goed begin, goed gevoel. Hè? Nou, en een goed gala. Hartstikke idee. Nou, dit was het dan toch? Goedenavond, dit was Brandpunt. Oké, bedankt. het klinkt als een heel erg goed doel. En u ziet, dit is nu de tweede keer. Voorziet u al een derde keer? We hopen erop. Oké, ik wens u heel veel succes vanavond. Dank jullie wel.